Je ziet vier schilderijen. Bekijk alle schilderijen rustig en ga nadenken welk schilderij vind jij het mooist. Hierna ga je op papier opschrijven. Welk nummer bij elk schilderij staat een nummer? Welk nummer vind jij het mooist? Daarna schrijf je op wat zie je op jouw schilderij? Welke kleuren heeft de schilder gebruikt? En waarom vind jij het een heel mooi schilderij? En kun je herkennen wat er op het schilderij staat? Is het misschien een hond, of een man, of een vrouw, of een huis? Schrijf op wat we zien op het schilderij. Als je het helemaal af hebt, mag je het naar de juf mailen. We gaan eerst de schilderijen bekijken. Nummer 1 is van Vincent van Gogh. Kijk of je dit een mooi schilderij vindt. Kijk even rustig naar het schilderij. Je mag ook straks nog een keer kijken. Nummer 2 komt ook uit een museum. Misschien vind je dit schilderij mooier of juist helemaal niet. Kijk even rustig wat je van dit schilderij vindt. Ik zie een schilderij met vrolijke, felle kleuren. Vind je dit mooi of vind je het juist helemaal niet mooi? En wat zie je op dit schilderij? Ik zie huizen, maar ik zie ook een gitaar en allerlei andere dingen. Je kunt heel veel schrijven over dit schilderij. Een schilderij uit Japan met hele verfijnde kleuren. Rustig geschilderd en niet zo heel fel. Vind je dit juist mooi? Of misschien juist weer niet? Kies een van de nummers en schrijf waarom je dit schilderij het mooist vindt. Zou je het schilderij ook thuis ophangen, boven je bed? Of misschien helemaal niet? Of zou het meer een schilderij zijn voor in de woonkamer? Probeer zoveel mogelijk over het schilderij op te schrijven en stuur het op.